Helemaal, ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik mijn Instagram foto's neem en hoe ik ze bewerk. Dit is mijn Instagram en zoals je ziet heb ik veel foto's van make-up producten en ook enkele selfies. Ik ga jullie laten zien hoe ik mijn foto's neem en hoe dat ik ze bewerk. Ik plaats vooral productfoto's van make-up omdat mijn blog daarover gaat en ik wil Instagram gebruiken voor mijn blog en YouTube. En ik probeer ook altijd één filter te gebruiken. Deze ga ik jullie straks laten zien. Ja, dat is het een beetje. Ik zal beginnen met de tone waarmee ik mijn Instagram-foto's neem. Ofwel neem ik mijn Instagram-foto's met mijn gsm, ofwel met mijn spiegelreflexcamera. Voor deze video ga ik jullie laten zien hoe ik mijn foto's neem met mijn gsm. Ik heb een Samsung, ik heb geen idee welke, want deze heb ik overgenomen van mijn papa. Ik heb eigenlijk gewisseld met mijn papa van gsm. Ik had eerst een iPhone 4S, maar die was echt heel erg traag. En dan heb ik gewisseld met mijn papa voor een Samsung. Ik zorg eigenlijk altijd voor een witte achtergrond, omdat ik dat zelf het mooiste vind. En ja, deze plateau van Action, ja, dat is eigenlijk perfect voor foto's op te nemen. Want dat is wit en er zit toch een patroontje in, waardoor dat wel een leuk resultaat geeft. En voor de accessoires voor op de foto's gebruik ik altijd enkele mooie make-up producten of enkele leuke boekjes. Eigenlijk zoek ik altijd mooie make-up producten bij elkaar en ja, daarvan probeer ik dan een mooie foto te nemen. Ik ga nu een foto nemen. Dus ik ga de make-up producten een beetje leuk leggen. Eventjes een klein beetje uitzoomen, zodat jullie beter kunnen zien. Dit is zo'n plateau van Action en dat is echt ideaal om foto's te nemen. Voor mooie foto's let ik er wel altijd op dat er goed licht is. Het zit hier vlakbij een raam, dus er is hier wel voldoende licht. En dan probeer ik een mooie hoek te vinden om een foto te nemen. Neem ik een aantal foto's. Herleg ik de producten, neem ik nog een paar foto's. Het is altijd een beetje zoeken hoe ik mijn producten juist wil. Ik heb nu enkele foto's genomen en nu ga ik naar de app VSCO. Dat is echt een heel fijne app om foto's mee te bewerken. Ja, omdat ik dus van gsm ben veranderd, staan er nog niet zo heel veel foto's op deze gsm. Maar dus ik ga naar mijn camerarol. Ik selecteer een foto die ik leuk vind. Deze ziet er wel leuk uit. Ga ik beginnen met bewerken. Begin ik eerst met deze foto in een vierkantje te plaatsen. Want zo komt deze ook op Instagram. Voilà. De foto is nu in een vierkantje. En dan ga ik eerst over naar filters. En ik kies altijd voor HB1. Nu vind ik 12 iets te veel, dus meestal ga ik naar 6 of 7. En dan ga ik nu terug naar andere bewerking tools. Pas ik de belichting een beetje aan. Ik ga voor mij wel iets helderder. Zo. Omdat deze foto redelijk donker is, zet ik het contrast iets minder. Zodat je beter kan zien wat er op de foto juist ligt. Schaduw pas ik ook vaak aan naar een blauwe tint, maar dan de blauwe tint zet ik meestal naar 1, dus dat niet zo heel hard opvalt. En ja, dat is het eigenlijk. En dan ga ik deze foto opslaan. Opslaan in galerij. En dan kan ik deze foto op Instagram plaatsen. Zo, dan ga ik nu naar Instagram. En dan kan ik de foto plaatsen. Ik heb nu de beschrijving ingevuld. En ja, dan kan deze foto online. Hups. Zo, de foto staat online. En zo ziet dat er dan uit in mijn feed. Ik probeer altijd een beetje dezelfde kleuren aan te houden. Ik werk veel met roze kleuren, maar ook met veel met zwart en wit. Zo, dit was de video over hoe ik mijn Instagram foto's bewerk en hoe dat ik ze neem. Je moet dus vooral letten dat je een goede belichting hebt en dat de accessoires die je gebruikt bij elkaar passen. En dan komt er vanzelf wel een mooie foto tevoorschijn en kan je die plaatsen op Instagram. Bedankt om te kijken, tot de volgende keer. Dag!